Carnavalsvereniging De Waterratten in Sint op Geul viert haar jubileum. 44 jaar bestond ze. Dus reden om te feesten. Een van de hoogtepunten is het organiseren van de Lemkesoptocht. Voorzitter Niels Bebelmans, wie is er tot dat idee gekomen? Dat is eigenlijk ontstaan in een denktank. Het hele jubileumjaar heeft gefaciliteerd en georganiseerd eigenlijk. En daarin is mijn kameraad, die neef, Chris Schroef, die opperde op een gegeven moment het idee. We moeten een Lemkesoptocht gaan organiseren. En Chris, wie komt ze erbij? Ja, in omringende dorpen wordt er al Lemkesoptocht georganiseerd. En dat was een razend succes. Toen dacht ik, waarom zou dat niet een Sint-op Geul kennen? En twee vliegen in één klap, jubileum, Lemkesoptocht. Nou, waarom niet? En waarom op vrijdag 9 februari? We verdachten dat de combinatie met het Groot Valkenbergs carnavalstreffen, wat dit jaar ook een Sint-op Geul is, daar een mooie aangelegenheid zou zijn om dat door vooraf te organiseren. En dat loont zich tot nu toe in de inschrijvingen heel erg. Waar moet je dan aan denken? Op het moment zitten we rond de 15 groepen startnummers. En dat is verdeeld, of ja, die 15 startnummers is verdeeld over 500 personen. Om het zo te zeggen, dus 500 personen lopen met in de opdracht tot nu toe. En nou ja, dat ben ik. En ook hou ik te veel zetter al content met. Zeker. Niels, dat vergt organisatie en veiligheid. Wie had dat gewaarborgd? Natuurlijk, ja goed, de probeer natuurlijk lering te trekken uit voorgaande jaren. We kregen veel terug uit het dorp van de lui, van er worden ongeregeldheden met dit of dat. En die proberen we op voorhand te tackelen. We hebben vanuit onze eigen vereniging twee leden per groep aangewezen die met de groep parallel aan de wagens metlopen gedurende de hele optocht. En zo er toch zorg voor te proberen dragen dat de deelnemers zich gedragen en dat alles ordentelijk en netjes volop eigenlijk. En dan om ervoor te zorgen dat door een uur lang voor een bepaald hoes muziek gedraaid werd? Ja, tuurlijk. Op een gegeven moment is de optocht klaar en dan hebben we ook een beurtje geluid uit en dan gaan we echt op handhaven. We gaan dus echt ons stinkende best doen om het geluidsniveau terug te dringen naar een respectabel niveau. Zodat de bewoners niet de glazen in de kast hebben rammelen. Dus, en verder? Wat hadden we nog verder te doen rondom het jubileum? Nou ja, goed, we hebben inmiddels al een geweldige jubileumproclamatie gehad met ons nu heersers. Een jubileumreceptie, jubileum buitentreffen, onze jubileum galaavond, Sint op Chic. Dus we hebben wel gemeend om dit jaar het extra's te doen. En ook zeker voor het dorp, voor jong en oud. Ik vergeet de 54-plus zetting, de seniorenzetting eigenlijk. Proberen we toch voor jong en oud, echt voor iedereen een leuk podium te bieden. Kort samengevat, het bruist van activiteiten. Zeker weten. We proberen Sint echt weer op de kaart te zetten dan met jou. Ja. En dat lukt dus? Tot nu toe. Tenminste, als ik wil voor de lampjes op de kiek, nou, de aanmeldingen stromen binnen, dus daar ben ik heel tevreden met. En wie laat is dat nu in februari? De optocht begint te trekken vanaf 11 uur. En dan kun je langzaam het dorp in, langs het geboet werken. Ja, dus als jullie willen komen kijken, kom vooral in Tolhuisstraat en de Mauritius Single staan. Dan kennen ze hem gewoon niet missen, denk ik. Voetbalvereniging RVU in Rotem had iets nuts bedacht. Kinderen van 3 tot en met 4 jaar kunnen weer gaan voetballen. Wie is er tot dit initiatief gekomen? We zijn tot dat initiatief gekomen door toedoen van Lisa Lejeune, de trainster. Die heeft eigenlijk in november mij benaderd zelf of dat iets voor om met kinderen tussen 3 en 4 jaar te beginnen. Wie kwam ze er toe? Koen en ik voetballen zelf eigenlijk altijd al sinds kinds af aan. En we vonden het heel leuk voor ons kinger om ook te kijken van, goh, is er gaat van voetbal in de buurt hier in de regio? En dat was er eigenlijk nog niet. En toen hebben we volgens een RVU gevraagd van, goh, zou dat niet gaat kunnen zijn wat we ook hier in Rotem kunnen gaan doen? Ik heb dat teruggekoppeld naar het bestuur van RVU zelf dan. En dat wordt raar voor Fleur. En vervolgens zijn we aan de slag gegaan met een stukje PR. Of je de basisschool De Lindegaard en de Gulboerden. Nou, en dat is in ieder geval geresulteerd tot een tiental aanmeldingen. Vandaag bij de eerste training van de geboorters van RVU. Goed zo, goed zo. We gaan van links naar rechts. En we klappen, klappen.
En één keer per week training? Ja, iedere zaterdagochtend. Normaal natuurlijk boeten, maar door de genie hebben we vandaag de mogelijkheid gehad om een Bennet te kunnen trainen. En ja, elke week. Ja. We hebben nog overwogen om teambuilding te doen op het veld met sneeuwballen vaak. Alleen gelet op de code hebben we toch maar ervoor gekozen om naar binnen te gaan. Om de eerste training vandaag af te werken. Is het wel de bedoeling dat ze naar boete komt? Dat is wel de bedoeling, ja. We moeten wel echte vrouwen en mannen kweken bij RBU. Dat klopt. Volgens mij heb je er zin in, hè? Ja, nee, ik vind het echt hartstikke leuk. En we vinden het heel leuk om te kunnen voetballen. En gewoon om te kunnen bewegen met Kinger. En gewoon van een speelse manier gewoon de eerste kennismaking met voetbal. Ja, dat is gewoon superleuk om dat te kunnen doen. Ja. Wie gaat het? Deze dat beroepsmatig ook met kinderen omgehoven? Ik ben zelf manager in de kinderopvang. Maar daar ben ze natuurlijk niet dagelijks zelf met de kinger bezig. Maar de dij is natuurlijk wel voor de kinger. Dus de bij de kinger ligt natuurlijk wel ook ten hart. Dus ik vind het hartstikke leuk om dan zelf ook met alle kleinkinger en ook de kinger van Vreung bezig te kunnen zijn om dit te kunnen doen. Ja. Het is vrijblijvend voor jongens en meisjes in de leeftijd waar we het net over gehad hebben. Dus we hopen gewoon op meisjes en jongens die wat gaan deelnemen aan. Liene, wie vond je het? Vond je het leuk? Ja. Bal aan de voetjes. Hier naar het buitenland. Binnen achter. En een schiet. Pretpark De Valkenier bestaat dit jaar 85 jaar en is dit jaar 25% groter geworden. Daarnaast is de parkeerplaats verplaatst tot bij de ingang van het park en is een kinderpark met nieuwe attracties ontstaan op de oude parkeervoorziening. Afgelopen zondag, 30 april, werd het park officieel geopend door wethouder Jan Vermeer. Hiernaast wil ik nu het woord geven aan wethouder Jan Vermeer om het blote voetenpad en tevens de uitbreiding te openen. En we staan hier in een familiebedrijf dat al 85 jaar bestaat. En het allerbelangrijkste is dat de gasten die elke keer komen blij zijn en steeds weer verrast worden met nieuwe dingen. We gaan iets openen, maar ik feliciteer jullie alvast van tevoren, anders ben ik dadelijk nog een uur aan het praten. Dat willen jullie niet hebben. Hartelijk gefeliciteerd familie en veel succes met de komende 85 jaar. Onder leiding van Otto. Dat is efficiëntie, hè? Heb je het? 1, 2, 3, ja! Vraag aan directeur Otto Soleil. Vier generaties pretpark. Vertel hier iets over. Nou, het pretpark dat is gestart door mijn overgrootopa 85 jaar geleden. Is hij ermee begonnen. Vervolgens heeft mijn opa, Huub Otermans, het overgenomen. Hij is weer gegaan. Daarna kwam in de Nongs. Dat is Huub Otermans en Albert Otermans. Die hebben 20 jaar lang, 24 jaar lang ongeveer gerund. Toen heb mijn niesje Nancy Otermans het nog 7 jaar gerund. En nu heb ik als vierde generatie de eer om het te mogen runnen. Welke nieuwe attracties zijn erbij gekomen? Onze nieuwe attracties zijn geworden de Vliegende Schatkist. Dat is een leuke attractie wat over en weer gaat voor de kleine kist. Vervolgens hebben we nog een piratenboot, helemaal in piraten staan, aangekleid. Dat is een shockel shape. En we hebben nog een blote voetenpad en in een piratenland. Een speciale en niet alledaagse openingshandeling verrichtte de Valkenburgse Schutterij. En dat deed ze met haar eresaluut geschut 1842 met drie daverende schoten.